Ja, en zo begon het dan. De Awesome Aussie Race 2019. Nou, daar staan we dan. Het is dinsdag 6 augustus vandaag en dat betekent dat de race gaat beginnen. Dus zodra jullie mij zien, dan is het... Is de game on. Ja. Voor jullie zien jullie twee kleine kistjes. In deze kistjes zitten jullie autosleutels. Zonder autosleutels kun je natuurlijk niet vertrekken. De kandidaten moeten drie puzzels oplossen. Een raadsel, een sudoku en een rekensom. Deze getallen vormen samen een code waarmee ze het slotje op het kistje kunnen openen. Ja, ja. Dat, dat, dat. Ja. Nee. Juicy, ah. Ja, oh. dat was moeilijk. Ja, dat was wel moeilijk. Ja, dat was denk ik de allermoeilijkste sudoku puzzel ever. Ja, die was ik ben best wel een sudoku fan. Ik heb op reis een boekje sudoku gekocht. Ja. En die ben ik altijd aan het maken. En, maar deze, dit was nog niet het niveau. Al die bakjes waren nog leeg, dus je moest echt gewoon die hele puzzel maken. Maar ja, als je niet weet waar je moet beginnen. Maar op een gegeven moment hadden we wel een beginnetje, maar het was wel lastig. Het was moeilijk. Het was moeilijk. Het waren lastige vragen. Daarna was nog een opdracht van... Nee, Sander heeft een zus en broers, maar... Hij heeft half zoveel zussen als de broers. De zus heeft half zoveel, ja. Hoeveel? Het klinkt nu net zo, het is net zo ingewikkeld als dat het nu klinkt. Het antwoord was 7. En er was nog een vraag, hoe vaak zit 5 in 30? Oh ja, 5 in 30. Ja, dat was gewoon 1. Hoe vaak kun je 5 in 30 plaatsen? Ja. Ja. Dus het ging niet om delen door 5 of... Dat was gewoon een strikvraag. Ja. We hadden een kistje en daar zat een slot op. Die nummers moesten dan invoeren. Ja, maar ja, een cijferslot, ja. Die raadsels waren vrij lastig, dus we kregen niet alles voor elkaar. Toen hadden we hem eindelijk, maar ja, toen hadden die meiden hem ook. En toen kregen we het slotje er niet helemaal goed open. Nee. Dus ja... Fracties. Het ging om fracties. Het scheelde maar een haartje. Ja, toen waren we te laat. Ja. Slechte start. Maar uiteindelijk wel als eerste het kistje open. Dat wel. En daar draaide het uiteindelijk om. Ja, daar dus, hebben we wel 10 puntjes mee binnengesleept. Ja. Prima voor. Was wel een goed begin. Ja, heel chill. Vandaag hebben de kandidaten een lange reis voor de boeg. In een rit van maar liefst 6 uur rijden ze van Sydney naar Spoddix, een klein plaatsje in the middle of nowhere waar ze voor het eerst gaan leren surfen. Onderweg kunnen de kandidaten extra punten verdienen door zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren uit hun Awesome Aussie Race Pool. Deze opdrachten leggen ze vast in hun vlogs en op de Instagram stories van Dutchies Travel. Wil je nou niks missen, abonneer je dan vandaag nog op ons YouTube kanaal en volg ons op Instagram. Potje, potje, potje met vet. Oh ja, dat doet er niet. Potje, 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 potje vet. Op de tafel gezet. Een potje met vet op de tafel gezet. Die was alweer het 88ste couplet. Potje met vet op de tafel gezet. Thank you.
Nee, ik zat er best wel tegenop te kijken, maar het ging eigenlijk echt zo goed. Ik stond al vrij snel. En ik ben ook al heel vrij snel op mijn knieën gevallen. Dus die tweede dag ging het minder goed. Omdat, ik kon me gewoon met mijn knieën gewoon niet meer bewegen. Dus ik heb vooral een beetje in de zee gestaan, zo met mijn plankje. Je zag er wel cool houden. Uit. Ik zag er gewoon cool uit. Ja, zeker. Ja. En ik had ook plezier, dus dat was ook goed. Ja. Nee, maar ik vond het echt leuk. Zelfs zo leuk dat ik denk van... misschien ga ik in de toekomst nog wel een keer op surfkamp. Zo leuk. En jij ging ook lekker. Ja, maar bij mij ook de eerste dag alleen. Ja. Bij mij ging het ook de eerste dag echt wel lekker. Maar misschien ook omdat je inderdaad zonder verwachtingen erin gaat. En je denkt, oh, ik ga waarschijnlijk toch niet kunnen staan. Ja. En uiteindelijk gingen we supergoed die eerste dag en die tweede dag. En ben je misschien een beetje overmoedig ook. Denk je, oh. En dan wil je het allemaal sneller doen, want je wil het dan alweer beter doen. Ja. En die golven waren ook al echt best wel heftig die laatste dag. Of die tweede dag. Echt zo hoog en ook heel snel achter elkaar iedere keer. Dus dan... ik raakte iedere keer op en ik dacht, oh, daar komt hij en dan moet je erop en dan ging ik weer mis. Nee. Ja. Nee, die tweede dag gaan we het niet meer over hebben. Maar die eerste dag, ik was echt goed. Ja, het is voor de Insta. Komt ie. Awesome. Nice. Awesome race. Awesome. Awesome ouzie race. Nou, dan gaan we eens even wat op de story plaatsen. En dan get we dat. Ja, die mascotte die hadden we eigenlijk al gelijk bij het begin weggejat, voordat de jongens eigenlijk wisten dat überhaupt een opdracht was. Dat is wel een beetje onze tactiek, hè? Dat ze steeds een stapje al voor zijn. Dus die hadden we al weg voordat hun überhaupt van het bestaan afwisten. En toen kwamen ze in de auto, toen ze een keer de opdrachten door gingen lezen, erachter dat dat een opdracht was. Ja, en toen baalden ze wel even. Ja, dus die hadden volgens mij verstopt. De huid vol gevloekt. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar goed. We hebben hem goed verstopt. Ja. Ze hebben hem niet kunnen vinden. Nee, ze hebben daarvoor wel eerst heel onze auto overhoop moeten halen. Ja. Maar ze hebben hem niet gevonden, inderdaad. Zij hadden, tijdens dat ze aan het zoeken waren naar hun eigen mascotte, hebben ze onze mascotte gevonden, want die hebben wij niet. Die hadden we eigenlijk niet verstopt. Die hadden gewoon nog in onze tas zitten. En die hebben hun dus gevonden. En die hebben hun uiteindelijk in een kluisje of in een doosje met een lokker op vastgemaakt in een camper. Maar toen wij terugkwamen van ontbijt, zagen we dat ze ergens achter in de camper bezig waren. Dus we wisten dat ze die ergens aan het verstoppen waren. Ja, ze waren heel sneaky aan het doen. Toen zij uiteindelijk gingen surfen, toen zeiden wij al, weet je wat, we gaan wel voor boodschappen halen. Moeten jullie nog wat biertjes? Hebben jullie nog andere dingen nodig? Zullen we lekker appeltjes meenemen? Ja, een stukje chocola, ja? Ja, top. En toen gingen hun surfen, maar hun hadden wel hun sleutel meegenomen naar het strand. Want ze hadden denk ik al wel verwacht dat wij uiteindelijk een keer in die auto wilden kijken. Ik kan wel dat strand op rennen. En dan die tas jatten. Ja. En terugrennen. Ja. Net doen of ik aan het strandwandeling aan het maken was. Richting een tas. Sleutel gejat.
Keihard ligt... teruggerend. Oh, ze zit toch anders. Richting de auto. Kim had ondertussen een schroevendraaier geregeld, dus we hebben het doosje open kunnen schroeven. Mascotte eruit gehaald, teruggeschroefd, sleutel teruggebracht. Alsof er niks aan de hand was. Yes, we got it back. Oh my god. Okay, ik ga hem gelijk op onze stoplek doen. Ja, ik Maar uiteindelijk... Alleen als jij je zonnebril erin laat liggen. Ja, beginnersfoutje. Ja, ja. Je vet je zonnebril liggen in mijn auto. Echt? Oh, die was ik al kwijt. Ja. Oh ja, dat was stom. Maar goed, we hebben uiteindelijk wel de mascotte terug en daar ging het om. Ja, precies. Maar jammer dat het niet helemaal vlekkeloos was. Nee. Nee, in de avond wel echt feest en gezelligheid. Maar chill is als je dus weer vroeg opstaat. Ik voel me wel echt weer heel fris, zeg maar helder in mijn koppie. Ja, ik ook wel. Ja. We moesten een spelletje doen op het strand. Een paal of een stok moest je je hoofd opleggen en dan 10 rondjes eromheen draaien. En hem natuurlijk in de grond zetten. Duizelig had je, hè? En dan, weet ik veel, 20 meter sprinten of zo. En weer terug. En zo snel mogelijk uit je bed. Ja, zo snel mogelijk uit je bed doen. Nou, dat rondje draaien, dat ging op zich prima. Ook bij de meiden ging dat hartstikke goed. Toen kwamen we terug en toen moest ik wetsuit uit moeten doen. Nou, dan gaat hij uit ook. En op wat voor dag heb ik een onderbroek aan met een gat erin? Tuurlijk. Dus hij heeft de hele strand heeft mee kunnen genieten van wat er onder mijn onderbroek te vinden was. Maar, we hebben wel gewonnen. Nou, wel de snelste. En toen, 's avonds gingen we beerpongen en toen was het ook de prijsuitreiking. En toen stonden we op het surfcamp met iedereen erbij en toen werd ons gezegd: jullie hebben gewonnen. So, there's a special announcement. So, there's a team traveling today. It's Amazing Races, Aussie Races, guys. You're in competition with each other. We had a competition today on the beach, and it looked like these guys were the winners. So, we're gonna about to tell you what you won. So, you two won a skydive. En jullie gaan skydiven. Oh, dat is echt niet wat me overkwam. Ja, dat was wel heel sick. Slecht met volle verbazing. Ja. Heel vet. Ja, dat was een gruwelijk. Oh shit! Gefeliciteerd! Dus jullie mogen deze hebben. Byron Bay is het walhalla voor surfliefhebbers. Dit laid-back hippie-stijl dorpje spreekt veel backpackers aan. Er zijn slechts 9000 inwoners en meer dan 50 festivals per jaar. Er is hier dus altijd wel wat te doen en te beleven. Dan op Byron Bay voor spel 2 vandaag. Het is de bedoeling dat jullie met alle mensen die jullie gevonden hebben in kleine bekertjes zo snel mogelijk de emmers bovenaan de trap gaan volgen. Degene die dat het beste lukt, die krijgt een voorsprong bij het tweede gedeelte van het spel. Hebben jullie er een beetje zin in? Absoluut. Ja? Wie gaat er winnen? Nee. Nou, ik ben heel benieuwd. Op het moment dat ik het sein geef, mogen jullie beginnen. Ik zou zeggen, moedig jullie mensen aan en build the chest. Okay, everybody ready? In 3, 2, 1.
there's way more in it. That's what they think, but their bucket is like standing like this. So I think we're good. We'll see, we'll see. We'll see. Nou, moe? Nou, dat was wat een beetje wel, ja. Dat was in ieder geval proef nummer 1. Lekkere workout. Het winnende team heeft dadelijk een dichte fles gewonnen met water. Waar jullie dadelijk jullie emmers mee kunnen opvullen als jullie bovenaan komen. Volgende opdracht is om zo snel mogelijk met je volle emmer richting het Lighthouse te gaan. Het Lighthouse is een heel mooie plek hier in Byron Bay. Prachtig uitzicht en ik hoop dat we nog een beetje kunnen meepakken van de zonsondergang als jullie snel genoeg rennen. Het team dat het snelste kan rennen krijgt 20 punten. En het team dat het meeste in een emmer nog heeft zitten krijgt 30 punten. Dus er zijn in totaal 50 punten te pakken hier. Nou goed, dan gaan we nu even kijken wie het meest in zijn emmer heeft. Oké, okay. Kijk. Ja, volgens mij zijn het de meiden. Yes! Lekker! Oh, mijn god. Gefeliciteerd. Dankjewel. Verder resten zijn er geen regels, behalve het feit dat je niet je emmer op mag vullen. 3, 2, 1, go! No. Hallo. Yes. Hallo is Dutch. Ja, yeah, hallo means Helmond. Hallo. Spreken ze Duits? Spreken ze Duits? Vergeet niet de prijsvraag te beantwoorden aan het einde van deze aflevering om zelf kans te maken op een vette trip door Australië langs de Nullarbor. Dankjewel voor het kijken van de tweede aflevering van de Awesome Aussie Race. Weet jij het antwoord op onze prijsvraag? Vergeet niet te e-mailen naar trips@dutchies.travel. En misschien win jij wel een gratis trip naar de Nullarbor met Nullarbor Traveler. See you next time!